ben Harry Vroeven, woon in Bergijk, 61 jaar. Al vele jaren werkzaam in de bouwwereld. Zowel uitvoerend als in het onderwijs, architectuur. En al 25 jaar met opleidingszaken bezig rond de bouw-educatiegroep. Waar uiteindelijk het Techniekhuis weer uit voortgekomen is. Ja, het Techniekhuis is niet alleen de naam van het complex, maar is ook de gedachte, de naam van het concept. En dat is ook wel heel bijzonder, want het concept is gebaseerd op een aantal belangrijke maatschappelijke aspecten. Hoe breng ik onderwijs en bedrijfsleven dicht bij elkaar? Hoe kan ik jeugd interesseren voor techniek? En hoe kan ik de beroepsopleiding weer op een hoger level brengen? En al die gedachten zijn wel verwerkt in het Techniekhuis. Onderwijs is samengevoegd met het bedrijfsleven. Er is erg veel te beleven op techniekgebied. De totale uitstraling geeft een beleving waardoor de mensen als het ware al gevormd worden zonder dat er iemand erbij in de buurt is. En ik denk dat dat vooral de kracht is van die environment. Daarnaast zijn er een aantal aspecten die ik vat onder de noemer social inclusion, die in wezen niet zo heel veel te maken hebben met de oorspronkelijke doelstelling, maar wel om mensen in contact te brengen met het Techniekhuis, zoals bijvoorbeeld een museum, een bouw- en inframuseum. Maar ook een science center waar jeugd op een interactieve wijze kan kennismaken met de natuurwetten. Er komt een douchecentrum bij waar kinderen zelf dingen kunnen maken. Waardoor ze de vreugde van het maken ook kunnen beleven. Waardoor er mogelijkheden misschien gaan ontstaan om in die techniek verder te gaan. Iets wat we heel erg hard nodig zullen hebben de komende jaren. Erg belangrijk bij de ontwikkeling van het hele concept Techniekhuis zijn uiteraard de partners geweest die een rol hebben gespeeld in de uitwerking ervan. Een van de Kuipers als het gaat op het gebied van de duurzaamheid. We hebben erg veel aandacht geschonken aan het idee kredel te kredel middels het hergebruik van oude materialen. En niet zozeer om te besparen, maar ook de schoonheid en het mooie van oude materialen laten zien. Maar er is ook een warmte-koude opslag in de grond. We hebben een speciale kachel om de houtmot, de afvalresten van de timmerwerkplaatsen te verbranden, zonnepanelen op de daken. Kortom, het hele complex ademt een idee uit wat misschien wel eens het begin zou kunnen zijn van een nieuw tijdperk en een nieuwe manier van denken over vastgoed. Want in het hele complex zit een behoorlijke top onrendabel verwerkt. En ja, dat is vrij nieuw, want meestal moet het zo zijn bij ontwikkelaars dat elke euro ook iets opbrengt. Nou, hier is het niet het geval. Die onrendabele top die zetten wij om in een stukje cultuurbeleving die mogelijk kan bijdragen tot een leukere wereld.